Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag zijn we terug met een nieuwe aflevering van God of War Ragnarok. We gaan weer verder waar we gebleven zijn. Want op dit moment zijn we in de stad van de elfen. En de oorlogsgod Tyr, die wil ons gaan verlaten. Dus we moeten hem zien te overtuigen dat hij blijft om mee te vechten tegen Ragnarok, die binnenkort zal uitbreken. Dus hoe we dat zullen doen, dat weet niemand. En ik denk dat we klaar zijn met de elfenwereld, maar we zijn echt al helemaal kapot beschoten, we zijn kapot geslagen geweest, alles erop en eraan. Dus gaan we maar, denk ik, de stad Alfea, of Alfea, dat is van Wingsclub Alpine, verlaten. Dus ik hoop dat het makkelijk zal worden, maar alleen ik zie nu al dat we weer in de battle gaan. Dus vind je het leuk? Dus ik heb duimpje omhoog, vrienden abonneren, een belletje te drukken. En dan gaan wij even deze motherfuckers helemaal de diepe rek inslaan. Alleen, oké, ik heb mijn bijl weer. Ik was even mijn bijl kwijt, hoppa, die kan er sowieso al aan, hoppa. En bijl in je harsjes. Pas op, want die slaan hard. Hioza. Ik doe special kracht hierop. Hoppatee. Dan kunnen we zo snel mogelijk hier zijn hoofdje afslaan. Of we gaan hakken hem gewoon in tweeën, dat kan ook, hè. Dan hebben we er hier nog eentje. Alleen, deze vliegen hard, jongen. Nou, en wat gaan we jou doen? Ook in twee stukjes. Voilà. En volgens mij waren dat ze ook. Nu nog wat levertjes en zo. Dat kunnen we zeker wel goed gaan gebruiken. Er zit hier nog iets te schieten hoor, maar ik weet niet van waar het zit te schieten. We kunnen beter gewoon gaan rennen. Want dan zijn we in één keer weg. Als we die wereld hieruit gaan, kunnen we. Maar ze vechten ook tegen. Er zijn nog goede elfen hoor. Kijk, want op de elfenwereld vecht er nog tegen. Oh joh, ik ga gewoon een praat doen, fuck off. Ik ben helemaal klaar met klote elf hier. Hoppatee. Hop, hop, jij ook weg. Lekker Atreus. We gaan naar de volgende kant springen. Deze kunnen we sowieso op zijn kop slaan, hij is in één keer dood, dat is ook nog. Oh joh. Dat is een goede blok. Pas op. Nice. Hop, en die kunnen we ook weer afmaken. De knetter, hoppa. Je is ook weg, maar je ziet ze gewoon allemaal vechten. De elf, de goede elf tegen de slechte elf. Het is een en al oorlog. Eigenlijk is het onze fight niet. We moeten er ons eigenlijk niet in bemoeien. Nou, we doen het toch wel. Waar zijn we nou helemaal? Er nog één in mijn rug hoor. Twee keer, ja. Ja, die ene is wel bijna dood. Misschien moet hij. Ja, oké, die is dood. Laat ik eerst focussen op die ene. Zodat er toch eentje minder één rug of zo kan aanvallen. Dan komen er ook alweer twee nieuwe. Hoppa, dit was goed. Nu gaan we afmaken. Ja, nice. Kunnen we dat ook bij deze doen? Au. En die pakken we wel zo aan. Of we kunnen toch nog gooien. Hoppatee. Dat is zo leuk om te doen op die stenen gooien en dan gaan ze alsnog eraan, hè. Zo geniaal. Ik klim me. Ja, naar boven. Ik wil ontsnappen, ik wil hier weg. Helemaal klaar mee. Let's keep moving. Yo. Zullen vast nog meer mensen komen? Weet ik wel 100% zeker. Ja, daar komen ze alweer. Laat die gast met rust. Die heeft niks misdaan, dat is lieve elf. Nou, je hoofd eraf. Dit is je verdiende loon, vriend. Komen er nog meer wat voor. Ik ga proberen. Auw. Auw. Hoppa. Ja, ze zijn echt sterk. Ik weet niet wat voor level ze zijn. Level 2 is het, maar voor level 2 is hij echt wel sterk hoor. Wajo. Echt top als ze dat niet doodgaan hoor. De
knetter. Ja, deze heeft hij. Nice. Pak ik mijn bijl weer. Ik moet even nog wel concentreren ook hoor. Maar we gaan hier nog aan dood gaan. Ik ga even die en maak hem nu af. Oh mijn god. Oh, ligt hier nog leven. Beter kunnen we even pakken, zo de knetter. Nice. Kunnen we toch weer een stukje doorlopen? Want hier heeft misschien ook wel een paar mensen uitgeschakeld, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Want die gast doet. Die gast vecht niet. Hij ziet ons liever doodgaan dan dat hij zo vecht tegen anderen. Jo. Hij heeft ons wel gered uit het water. Dat moet hem wel geven. De knetter. Wajo. Daar komen ze weer hoor. Het houdt maar niet op. Hoeveel van die dingen zijn er ook gewoon? Ligt er nog iets achter me van leven? Nee. Oké, dan moeten we erop af. Oké, dat gaat exploderen waarschijnlijk. We zijn hier ook momenteel alleen, maar Atreus staat aan de andere kant en wij zitten hier. Dus we staan hier helemaal alleen voor. Alleen Atreus kan wel nog wat schieten. En welke? Hoppatee. Daar zijn ze ook weer aan het vechten. Oh, hij heeft stem. Voilà, die is ook neer. Nice. Oeh, volgens mij hebben we ze. Holy knetter. Kunnen we toch naar de overkant nog? Holy shit. Ik zie wel nog wat kleine schoten. Zijn toch nog vechten bezig hoor. Volgens mij hierboven dat er ook. Of ik weet niet wat het is, maar ik zie hier wel wat dingetjes vliegen de hele tijd. En hier is de poort of we kunnen Elfine verlaten. Open the gateway, please. Yo. Hoe sneller we hier best zijn, hoe beter, want ik heb er hier echt geen zin meer in de elfenwereld. Ik hoor iemand. What the fuck? You want war, Atreus. See for yourself the legacy this one has left for the barons. I've had far more than I can stomach. Alright, we staan terug in het huis van Sindri. Voor we naar binnen gaan om even te bespreken wat we nu precies gaan doen, wil ik even nog kijken bij onze vaardigheden of we nog bepaalde upgrades kunnen doen, want we hebben nog genoeg Kratos punten. We hebben er 3653 in totaal en we kunnen deze kopen richt en druk op R2T, dus het ontwakende vorst om de Leviante bijl met veel kracht te gooien en het toewicht terug te slaan. Dus die kunnen we gaan doen. We kunnen onze dinges opladen, dat is ook wel handig. Verlengt de duur en verhoogt de schade van een wraakzucht. Oké, dus die is wel echt heel handig. L2 en R1 als je ongewapend bent om snel te hebben. Ja, die is ook wel handig. Maar ik denk dat we eerst deze gaan pakken. Dus die kopen. En op zich, die is ook handig. En ja, waarom kopen we die dan ook niet? Kopen we ze gewoon allemaal. Waarom niet? Dan kunnen we kijken bij onze blades. Volgens mij kunnen we hier wel niks mee doen. We hebben geen Kratos punten, maar we hebben wel nog Atreus punten in ons bezit. Als vijanden aanvalt die Atreus Sony status hebben, veroorzaakt de grotere weerklanken die verdoping. Oké, doe die maar. En dan zijn onze puntjes nog niet op. Atreus sprint naar een vijand en slingert hem de lucht in. Ja, doe die maar. Hoppatee, dat zijn onze puntjes allemaal besteed. Kunnen we naar binnen gaan en even bespreken met de rest wat we nu kunnen doen. Want ja, op dit moment hebben we veel gezien. Alleen weten we niet hoe we dit nu gaan aanpakken. Gaan we hier al met z'n allen aan tafel zitten? Of stoofpot. Dat is wel lekker, ja. Kom op maar. We gaan weer eten, jongens. Het gaat weer echt heel gezellig worden. Zo, Atreus, eet nu. Grote pot. Careful. Thank you. Die gast is echt 25 keer groter dan een dwergje. Enjoy, my friends. Yeah.
We'll see about that. Here you are. A meal fit for a champion. Enough. I said we would speak no more of that. Yes, of course. Didn't mean to offend. I'm not offended. It's just a word. A word that hoeft kan je toch ook niet serieus nemen op tafel. So, you really don't think it means anything? After the journey Mom sent us on? Everything we saw in Jotunheim? What was it all for? Don't you ever think about that? Every day. But I cannot believe her purpose was to inspire you to take foolish risks. But what if the giants are counting on me? What giants? I'm counting on you. To be safe. To be smart. But use the judgment of a man and not of a child. But what if Loki going to Ironwood is the only way that... Oh, Atreus. My son. And nothing more. Do you hear me? I'm not hungry anymore. Got this. My words were chosen carelessly. Pijnlijk. You really should eat. Is echt boos. Some people swear by it. On almost a daily basis. I just don't understand. Why is there all this stuff about Loki and the champion and Ironwood if none of it's real? He's just so... Is echt boos. Ze gaan sowieso weer recht sneaken, hè? Mind if I give you the best advice you've heard all day? And possibly ever? Sleep. That's when all the troubles of your mind work themselves out. Sure. Fine. Sleep? Sounds great. I mean it. I do too. Get out of here, Artie. Already gone. Hij gaat sowieso wegsneaken, hè? Oh nee, hij gaat toch slapen. What the fuck? Waar de fuck zijn we? Holy shit, en er staat hier iets achter ons. En dat zijn wij. I wish I had known I was a god in Alphon. I wouldn't have felt so bad about killing so many elves. What's going on? Is that a mask? I mean, just knowing we're gods makes me feel so much stronger. Where am I? We zijn ergens. Wil je? Over and over. Ga weg. Do something about it. Weg. Shut up, Rick. Little people's little problems. We're sick of hearing about little people's little problems. Memories. Yeah, it's in all my herinneringen, volgens mij. You broke the gate. That was our only way to Jotunheim. What do you want? Dit hebben we allemaal meegemaakt. Let's go, Numa. I don't understand. Whatever.
Whatever. Whatever what? Whatever. Hey, don't run off. Oh my god, ik word hier gek van. Can you tell me where I am? Whatever. Ik word hier gek van. Whatever. En er komen er maar meer en meer. Woi, joh. Hij zakt door de grond. I gotta get out of here. Ja, ik denk dat we hier inderdaad weg moeten. Er staat er daar weer eentje. Is wel best creepy. En hij springt ook naar beneden. Dat zou sowieso geduwd worden. But we're God. We can do whatever we want. Please, please wait. Please. Oh my fucking God. Dit is sowieso niet echt wat er gebeurt. Maar het kan wel zijn dat dit een voorspelling is. This is a much better knife than Mother's. Please stop! What the fuck? This is a grote mindfuck dit. Volgens mij is dit het Aetherwood. Holy damn. Can you see? We moeten dus de wolf achteraan. Haha. Wolfie. Okay. Guess I'll see. Oh, die gaat hier naar boven, maar dat kunnen wij niet naar boven hoor. Weet je, even een omrondje maken. Ik ben echt benieuwd waar dat hij naartoe gaat. Ah, wat het eigenlijk is, want dit is sowieso niet echt. Want we gingen slapen en in één keer zijn we in een hele andere dimensie of zo. Dus dit is sowieso allemaal fake hoor. Is er nog een wolf? De wolven beginnen halen. Ik weet niet waar we naartoe gaan. Oh, nog een wolf? Ik was having the weirdest dream and just kinda woke up here. Het zijn alleen maar wolven hier. Any idea how I got here? I dreamt my way here. I mean, suppose I must have. I'm here. Fuck, zijn dat voor beesten ook? Scent? What scent? Oh, that might be Fenrir you're smelling. Wish he were here to meet you. Dat zijn heel veel wolfjes aan het worden. Dat is een hele roedel. Maar echt, kijk die beesten ook. What the fuck? Ik weet niet wat het zijn, maar. The air here, it's. I don't know. Sweeter? Maybe it's these trees. Oh, daar staat er nog eentje. Oh. Die wil even gewoon geaaid worden. Oh, wat lief. That's a joke, right? Ik zie er wel heel veel nu. I've never seen a forest like this before. No. Ik hoop dat ze ons niet aanvallen, want dan hebben we een groot probleem. Through here? Nou, we gaan even hier langs. Ze willen iets ons laten zien, volgens mij. Hallo? Het is wel echt prachtig hoor, dit. En daar ben ik.
Yeah, I'm not Nick. Finished with it yet. Well, yo. Wie the heck is that? The paint is made from the bark of the ironwood trees. They absorb the memories of the forest so that the paint remembers too. Memories of the past. Of the future. Huh. I'd hate to get blood on it. Ze is wel aardig. Oh, it's really you. You know who I am? So? What's celebrity that? Crush? I've been waiting my whole life for this moment. You look weirder than I imagined. Als dit een of andere fix move is, dan is dat echt wel de slechtste fix move die er is. Was that mean? Kind of. Damn it. I'm already messing this up. It's just you're the first person that I've talked to in a very long time. And weird can be good. Oké, dat vind ik wel grappig. Let's start over. I'm Angraboda. Angraboda. You must have a lot of questions. Yeah. Where follow are me. We? You'll get your answers soon enough. Heb je vragen? Volg me. Worden we niet stellen en ze luisteren niet. Nou, ik denk dat het echt een heel apart figuur zal zijn. Dus wij gaan hierbij wel afsluiten. We gaan in de volgende aflevering zien wat ze in petto heeft voor ons. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Hebben jullie genoten? Dus ik denk van mijn vrienden abonneren op het belletje te drukken. En dan zijn we de volgende keer weer.